Je mag recht in de camera kijken. Een dien, hè? Ja. Oké, okay. Ja, dat is goed. Waarom ben je zo belangrijk hier op school? Ik voel mij niet zo belangrijk op school. Ieder werk is zeker belangrijk, ja. Je kunt een steentje bijdragen. Wil je dat een keer luidop voorlezen voor ons in de camera? Luidop als je wilt. Wij vinden jou de allerbeste klusjesman ter wereld. Ja, kan opeen. Onze dochter is nog maar het eerste jaar bij jullie op school. Vorig jaar zat ze nog op een andere school waar ze zich niet zo goed voelde en ook gepest werd. Het was dan ook met een klein hartje dat we haar begin dit schooljaar lieten komen. Onze vrees was geheel onterecht, want gelukkig was jij daar om haar op te vangen. Dankzij jou zitten wij altijd in een proper gebouw. Na het vierde middelbaar moest ik blijven zitten. Daardoor was ik totaal niet meer gemotiveerd. Ik voelde me steeds dieper in de put. Je hebt me de moed gegeven om na een hobbelig schooltraject eindelijk iets van mijn leven te maken. Wij gaan nooit weten hoeveel kindjes je hebt getroost en hoeveel ouders je gerust gevoel hebt meegegeven. Maar weet dat jij voor mij en Emma enorm veel hebt betekend en nog altijd betekent. Je bent enthousiast en gemotiveerd in alles wat je doet. Daarom heb ik jou genomineerd voor leraar van het jaar 2018. Bedankt, Matthias. Lieve groetjes, Marijke. Meen jij dat nu? Alles kei schoon. Hallo, dank u wel. Dank u wel voor zo goed te zorgen. Oh, god, ik is dat. Ik ben heel al een kind geworden en we zien dat je echt dankbaar voor bent. Geef dank je wel. Bedankt. Mag ik je proficiat zijn? Ja, dank je wel. Dank je wel. Ik weet dat dat me veel plezier gedaan is, Gwendoline. Als je op je poten komt, dan ben ik blij.